baat in de stad. En... Het is dus mij een genoegen u hier vanmiddag welkom te heten op deze feestelijke bijeenkomst waarin de Stadsprijs Almelo 2019 zal worden toegekend. En dit jaar is dat voor de 12e keer. En wij mogen dat weer doen in de huiskamer van de stad. En een betere plek voor die uitreiking kunnen wij ons als jury niet voorstellen. En u wilt alvast allemaal weten wie dat is geworden. En dat mag ik niet zeggen. Dat is namelijk voorbehouden aan de burgemeester van Almelo. Dat de Stadsprijs Almelo 2019 gaat naar de organisatie die erin is geslaagd om de geschiedenis van Almelo te herschrijven. Want in werkelijkheid is Napoleon nooit in Almelo geweest, heeft de slag van Ruigerode niet plaatsgevonden. De winnaar, dames en heren, het historische geval Almelo. Vandaag 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en Almelo als stad. En het destijds gevoerde strijd wordt nu gespeeld als de slag... Egbert Willems, in eerste instantie gefeliciteerd met het behalen van de Stadsprijs. Een geweldige eer voor jullie natuurlijk. Zeker. Dat is het absoluut en het is totaal onverwacht. En als ik dan in de jurering hoor dat het een topevenement is, dan vinden we dat zelf wel. Maar als een ander het zegt, dan komt het nog veel mooier over. Ja, dat noemen ze nou een heel bescheiden avond. Martijn Makkinga, je staat hier in volle ornaat. Gefeliciteerd met die mooie Stadsprijs voor jullie cultureel historisch festival. Ja, wat doet dat met je? Nou ja, natuurlijk is het heel erg mooi, want ik moet eerlijk zeggen, de andere genomineerden, dacht ik ook wel dat die hoge hoogte gooide. En dat wij hem alsnog hebben gewonnen, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Als je zoveel inzendingen hebt en je wordt eruit gekozen, is dat wel een hele mooie eer, ja, absoluut. Dankjewel en geniet nog even van die mooie prijs. Ja, dankjewel en het wordt de volgende keer wordt het weer anders, weer groter.